Vyaash is een 17-jarige student aan de Naden die vanaf jongs af Dholak bespeelt. Dholak is een traditioneel muziekinstrument. In het volgende item besteden we aandacht aan de liefde van Vyaash voor Dholak. Ik ben er weer en ik ben vandaag hier op Palmentuin samen met Vyaash. Vyaash is een jonge student op het Naden en hij speelt een traditionele muziekinstrument. En wat het precies is, zullen we verder zien. Vyaash, kan je jezelf voorstellen? Goeiedag beste kijkers, ik ben Vyaash Kalloe. Ik ben 17 jaar jong en zoals jullie net hebben gehoord, ik speel een traditionele drum, namelijk Dholak. Dholak, vertel me meer over Dholak. Dholak is een traditionele muziekinstrument, een traditionele drum dat meestal wordt gespeeld bij feestjes, huwelijks en bands en zo. Yeah. En hoe is het allemaal begonnen en hoe oud was je toen je hiermee begon? Ik was 11 tot 12 jaar jong. Ik ging waarschijnlijk naar zangles, maar mijn guru, mijn meester, die zei van waarom probeer je niet om Dholak te spelen? Ik zei oké, kan het proberen. En ik ben begonnen en het ging heel goed. Ik werd gemotiveerd door mijn meester, ook mijn vader, ook mijn ooms om Dholak te spelen. En hier sta ik dan. En hoe lang had het je geduurd dat je deze muziekinstrument volledig zelfstandig kon spelen? Het basis wat je leert van Dholak heeft me ongeveer 4 tot 5 jaar geduurd. Ik leerde het basis en daarmee kon ik dan beginnen om in kerken te spelen, mandir, kleine godsdienstige plaatsen en zo. En na een paar jaartjes verder, kon ik dan zelfstandig freelance in feestjes en zo spelen. En wat was je reactie toen je hoorde dat je voor het eerst ergens zou optreden? Zo, natuurlijk wanneer je iets voor het eerst gaat doen, ga je altijd zenuwachtig zijn. Ga denken, ga ik het doen? Ik was natuurlijk echt zenuwachtig. Het was mijn eerste keer, maar het ging toch goed. En hoeveel keren in een maand, of laat zeggen, hoe vaak moet je optreden? Normaal heb je in een jaar heb je wedding seasons, je hebt feestjes, sessies. Dat is meestal in april, rond april. Ook in augustus, september, ook december. Dan heb je het bij elke weekend bezet, want dan heb je altijd wedding, parties en dit en dat. En door het jaar doorheen is het gewoon rustig. Is het 1 tot 2 optredens per week. En heb je ook dagen meegemaakt waarbij je achter elkaar in één dag moest optreden en je vingers, worden ze niet moe? Zo, wat heel uitdagend was, echt challenging, dat ik op één dag 4 optredens moest doen. En dat was heel challenging, het was mijn eerste keer, maar het is me toch aardig gelukt. En wat vingers betreft, dat moe wordt, in het begin gaat het heel moeilijk, want dan leer je het pas. Maar naderhand je conditie opbouwt, je gaat vaker spelen, worden je vinger hard en dan is het niet meer zo'n probleem. En hoe vaak of hoeveel keren in de week beoefen je Dholak? Dholak doe ik, ik heb thuis in mijn kamer op een standaard met Dholak. Als ik even voorbij ga, raak ik hem direct aan. Ga ik iets doen, even snel. Normaal oefen ik elke middag. Misschien, als ik het druk heb, misschien 3 tot 5 keer in de middag. Samen met mijn vader. En in de weekend oefen ik niet, want dan heb je optreden. En dit is een Dholak. Vertel me meer over. Van wat is het gemaakt en al? En hoe is het onderhoud? Zo, als jullie ernaar kijken, zien jullie hier. Dit is het soer, is het kleine kant. Dit wordt gemaakt van jonge geitenvel. Het kleine kant heet soer. Hier heb je hout dat op de draaibank wordt gezet. Het wordt meestal gemaakt van maya, van mahoni. En aan de onderkant, zoals je ziet, dit kant heet het bam, dus het grote kant. En je ziet een zwarte rondje, een cirkel hier. Dat wordt masala genoemd. Dus dat is om het basgeluid eruit te halen. En voor degene die nu bijvoorbeeld geïnteresseerd is in het bespelen van Dholak, is het een grote investering? Hoeveel moeten ze sowieso aan de kant houden om zoiets aan te schaffen? Het is niet zo'n grote investering om met Dholak bespelen. Om ermee te beginnen moet je natuurlijk een Dholak hebben. En dat is niet zo duur. Je kan starten ergens de 3000, 4000 zo. En tot slot, heb je misschien een boodschap naar de jongeren toe? Mijn boodschap naar de jongeren toe is dat ze hun traditie moeten behouden. Ze moeten niet bang zijn om hun traditie voor te zetten. Wees jezelf.
Als je Dholak wil bespelen, je wilt traditionele dans doen, doe het en blijf je traditie behouden. Jullie hebben het gezien van Vyaash, een jonge en ook wel flinke muzikant, die niet zomaar een muzikant eigenlijk is. Hij bespeelt een traditionele muziekinstrument en dat is het Dholak. Nou ja, voor degenen die hun traditie willen blijven behouden, doe het. Want tegenwoordig worden tradities best verwaterd. En ook in verband met Valentijn wens ik jullie allemaal een fijne Valentijn toe. Tot ziens!